Op zaterdagnacht voor Pinksteren stond er weer heel wat te gebeuren in Boskoop, want het was namelijk luilak. In de kleine uurtjes voordat het luilak voetbaltoernooi begon, werden de laatste zaken besproken. De politie van Boskoop had een rustige nacht. Zeg jongens, hoe hou je dat nou de hele nacht vol zo? Honderden jongens en meisjes deden mee aan het luilak voetbaltoernooi. Ook de burgemeester moest vroeg op om de aftrap te verrichten. Ja, hoe is het begonnen? 1956 leert een krantenbericht ons. Is er om vandalisme tegen te gaan in Boskopen begonnen met een van de mooiste tradities van de hele regio. En dat is dat luilak voetbal in Boskoop. Toen 7 teams, inmiddels 150 teams. En een evenement dat zijn weerga eigenlijk niet kent in heel Nederland. Dit is in de regio niet uit te leggen, zo'n voetbaltoernooi. En zo wordt luilak beleefd. Het is één van de 10 hele mooie tradities in ons dorp. Hoeveel teams doen er dit jaar mee? Dit jaar hebben we weer een nieuw record en dat zijn er 150. Dus dat zijn er nogal wat. 150 teams, dat zijn 7-tal en 11-tal. Meisjes en jongens, niet allemaal door elkaar, maar gescheiden van elkaar uiteraard. Maar dat is aardig wat. Ja. En hoeveel kinderen doen er dan uiteindelijk mee met 150 teams? Met 150 teams zijn dat er dit jaar 1615 ingeschreven. Misschien nog wel een paar illegale, maar 1615 zijn dat er. En hoeveel mensen kunnen er op het veld? Accommodatie, toiletten, EHBO, alles wat geregeld moet worden. Dus ja, een slordige 3000. Iets. Als iedereen dubbel komt, ja, dan ben je 1600 keer 2, rond de 3000. Misschien wel 3,5, misschien wel 4. Het belooft vandaag een prachtige mooie dag te worden. De zon schijnt nog niet, want het is 3 uur 's nachts. Is er ook wel eens heel slecht weer geweest? Er is zeker wel een slecht weer geweest. Dat was eigenlijk nog in de tijd dat ik zelf mee voetbalde. Want ja, luilak voetbal zit in je bloed. Als je Boskoper bent, dan moet je meedoen eigenlijk. Het is een onderdeel van je opvoeding, zeg ik altijd. In 1983 is het nog eens een keer heel erg slecht weer geweest. Wij hebben zelf dan in 1996 nog eens een keer minder jaren meegemaakt. Maar voor de rest hebben we eigenlijk met luilak bijna altijd mooi weer. Met Pinkster is het altijd mooi weer. Wordt er nog wel gevoetbald vandaag? Ja. Niet zo actief als normaal, maar ik ga wel voetballen. Feyenoord-speler Karim El Amadi deelde de prijzen uit, maar wat vond hij zelf van dit voetbaltoernooi? Ja, het ziet er heel gezellig uit en ik vind het ook wel knap dat die kinderen het zo lang hebben volgehouden. Het zijn wel jonge kinderen, dus maar ja, die adrenaline zal wel goed zijn geweest. Dus daarom dat ze dat hebben volgehouden. Is het dezelfde winnaarsmentaliteit als bij Feyenoord, denk je? Ja, ik denk wel dat we dit seizoen op mentaliteit hebben eigenlijk een mooi seizoen hebben gespeeld. Dus ik denk dat heel belangrijk is. Dankjewel en succes met handtekening uitdelen. Luilak gaat altijd door. Maakt niet uit, maar Luilak gaat altijd door. Slecht weer of niet?